Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 21 april. Ja, als je nou het bericht van 20 april zoekt, dat is er niet. Gisteravond, ik had alles afgesloten en toen dacht ik, oh ja, ik ben wat vergeten. En dan moet ik dus helemaal terug hierheen. En dat heb ik dus niet gedaan. En nu vandaag, overdag zou ik even een aantal filmpjes gaan maken. Maar ik heb ook een bedrijf te runnen. En soms gebeuren er zaken die prioriteit hebben. En dat was inderdaad vanmorgen vroeg gelijk zo. Helaas. Het was een 65-11 dag gisteren, hè, die 20ste april. Eigenlijk vandaag nog dat ik het maak. Een meestergeteldag, dus ja, dat zie je dan ook. Ik had dus vanmorgen een hele, hele zwaar klus. Had met mijn werk te maken. En gewoon hele domme, saaie, aardse dingen. Die eigenlijk voor onze mooie energie geen nut hebben. Maar toch wel heel belangrijk zijn. Dus achter de laptop heel veel. En vanavond, en dat zie je dan met de meestergetaldag, hè? Nu zie ik het resultaat. Maar goed, ik zou telkens zeggen, zo lang kan het niet duren. Toen was het 3 uur, toen dacht ik, ik moet nu echt met mijn pakketten bezig, want ik heb heel veel bestellingen. Dus sorry als jullie pakketten een beetje later zijn. En mijn zoon heeft de was buiten gehangen. Lief, hè, want wat was het toch mooi weer. En het ruikt ook zo lekker. Goed, wij gaan naar de dag van vandaag, 21 april. Wat een prachtige dag. We gaan op berenjacht. We gaan hele grote vangen. Sorry, dat kwam even ergens vandaan. Maar kennen jullie dat boek? Dat ga ik een keer voorlezen. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Als ik morgen tijd heb, dan maak ik tijd voor jullie. En dan ga ik dat boek voorlezen doen. Misschien doe ik dat ook wel spontaan met een Zoom. Die is heel leuk. En die is ontzettend toepasselijk voor deze tijd waarin we leven. Woensdag 21 april maakt een 66-12-3 dag. Het is wel een hele mooie dag om heel creatief te zijn. Om lekker van alles te doen. Om naar buiten te gaan. Te kijken, hoe wil ik mijn buitengebied leuk maken? Hoe kan ik het in mijn huis leuk maken? Het is weer een meestergetaldag. En ik heb de persconferentie gisteravond niet gezien natuurlijk. Dat is vanavond. Want ik heb heerlijk meegedaan met de oefening van Anton Teuben. En dan, we gaan kijken wat er verder gebeurt. Dat wat die ministers te vertellen hebben. Het zal. Het heeft direct invloed op ons. Maar laat het niet in de weg staan van mooie dingen die je met elkaar kan beleven. Dat is heel belangrijk. Het is een prachtige lentedag. Gisteren, vandaag ook weer. We blijven een beetje in die lente. En deze week nemen we allemaal kleuren mee. Ik ga het deze hele week nog doen tot met vrijdag. Ik wil jullie meenemen vandaag met de persikkleur. En waarom die persiekleur, als ik nu die ondergaande zon ook zie en die mooie zalmroze persiekachtige kleur, die gloed van die ondergaande zon, als je daar de hele dag jouw energie in zet, dan kom jij ook in de energie van, ik moet even bedenken. Ja, het is toch aartsengel Gabriel. Even, want Gabriel komt ook vaak in andere kleuren. Maar Gabriel zegt in dit geval wel, het is passend bij de energie van die creativiteit. Van het de boodschappen verstaan die er vanuit de hemel aan ons gegeven worden. Dus hul jezelf in dat mooie persikachtige licht. En dat het als wolkjes naar iedereen toe gaat. Dat jij de ander kan inspireren om ook iets leuks te gaan doen. In de tuin te gaan werken. Ga lekker buiten in het zonnetje. Ga kleuren. Ga je
potloden erbij pakken en ga prachtig gewoon een mooie kleurplaat in. En dat kleuren is tegenwoordig heel erg modern, maar het is zo helend. Dus ga daar tijd voor maken om dat te gaan doen. Voor de rest wens ik jullie een hele mooie dag. Morgen gaan we op berenjacht. Dat is leuk, dat ga ik doen. Als mijn stem het toelaat, want ik heb wel heel veel gepraat de afgelopen dagen. Dat ben ik niet zo meer gewend eigenlijk. Dus, vind dit filmpje leuk of niet leuk? Je mag het altijd delen. Je mag ook lid worden van mijn Telegram groep of hier VIP worden. Dan krijg je nog meer leuke filmpjes. En abonneer je even op dit kanaal. Dan krijg je in ieder geval een belletje dat er weer een nieuw filmpje is. Ik wens jullie een hele mooie dag. Dag lieve mensen.